we moeten er toch wat van maken. Hoe bent u hier zo terechtgekomen? Ooit hebben ze hier hebben ze huis aangeboden. Daarom kom ik hier wonen. Dus al 22 jaar. Ik kom uit Iran. In 1990 doordat ik trouwde met mijn vrouw. Mijn vrouw, ja. Met de bus. Welke? 307. Ja, wij zijn echte Purmerenders. Ik niet meer, maar zij nog wel met mijn moeder. Mijn nichtje. Hij wel, ik niet. Ja. Waar woon jij? Ik woon in Almere. Was het logisch voor mij om naar Amsterdam te gaan voor mijn studie. Hoe vindt u het om hier in Purmerend te wonen? Nou, in welke opzicht? Heerlijk. Mwah, ik kan wel gewoon lekker je ding doen. En bovendien is alles heel dichtbij. Zaterdag, zondag in de winter is er niks, hier is niks te beleven. Ik vergelijk het met de Almere. Is het leuker dan in Almere? Ja, persoonlijk. Hey. Ja, ik vind van wel, want ik ben ook in Almere geweest, dat is groot. Ik bedoel, permanent fiets ik binnen een half uurtje door. Beetje saaie stad. Hoe vind je het om in Purmerend te wonen? Ja? Is er ook nog iets in Purmerend waarvan u zegt, oh, dat zou echt wel beter kunnen? Dat zou beter kunnen? Nee, toch. Wat ik voor mij irritant vond in Purmerend, veel te stoplicht. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Oh, een dansgelegenheid erbij. Ja. Nee. Dat ontbreekt er nog aan. Ja, maar als je daar oud bent, moet je ook nog wel eens een leuk dansje maken. Vind je ook erg of niet? Ik vind alle stoplichten erg. Ja, maar kijk, dat bedoel ik. Het blijft Purmerend. Gaat prima, maar ik blijf in Amsterdam zitten. Toch niet. Weet je wat ik wel een nadeel vind? Dat stoplichten soms na 2-3 seconden alweer op rood gaan. En ik vind het daarnet Benidorm barst, want ze rijden allemaal scootmobielen. Ik ook. En we hebben allemaal een rollator. Ik ook. En het werkt ontzettend op mijn lastpieren, want mijn bovenkamer hoort er niet tussen. Het is gewoon een mooi dorpje. Ja, een klein stadje. En dat is het. Het is mooi weer, het is eigenlijk overal is lekker gezellig hoor, maar goed.